Het gaat niet goed. Het gaat niet goed. We moeten dat virus er weer onder zien te krijgen. We moeten het gedrag weer hervinden waarmee we dat virus er in maart onder hebben gekregen. En dus moeten we eh, ons houden aan die adviezen van de GGD. En omdat te veel mensen dat niet doen, omdat we te vaak signalen krijgen dat dat niet gebeurt, zullen we die quarantaine verplichtender moeten maken. Voor mij zit doctorandus Mario ortiz Buizen, een biochemicus en ook een man die werkzaam is in de farmaceutische industrie. En jij wil met mij praten over de rammelende PCR-test, nogal actueel op dit moment. We hebben zelfs een scoop, een e-mailtje, wat jij hebt gehad van Diederik Gommers, de coördinator ja. van de IC's in Nederland. Die onthult iets per mail aan hem wat echt. Heel erg interessant. Dus daar komen we zo meteen op terug, dus blijf kijken, zou ik zeggen. En we hebben het over de technische briefing bij de NOS op 11 augustus, jongsleden. Waar het RIVM en de GGD vragen kregen van de Kamerleden. en waar we uiteindelijk niets veel wijzer uit zijn geworden. Maar we beginnen met de PCR-test. Uh, Mario, voordat we het hele verhaal gaan doen. Ja. toch heel eventjes, waarom moeten we naar jou luisteren? Jij weet hier heel veel van. Kun je iets vertellen? Wie je bent en wat je doet. Uh, ja, uiteraard. Ja. Uh, nou, in ieder geval bedankt voor de uitnodiging. Um, ja, ik heb hier gek genoeg uh, ook niet voor gekozen, hoe gek het ook klinkt, om, uh, om met mijn hoofd op tv uh, iets te vertellen wat eigenlijk iedereen kan, kan uitzoeken. Ja. Maar misschien heb ik uh, de dots wat, wat sneller aan elkaar ge, geknoopt. Uh, ik kom uit de chemie. Uh, ik heb uh, op het Gorleus uh, Universiteit Leiden heb ik, uh, scheikunde gestudeerd. Dus ik heb mijn doctoraal daar gehaald uh, binnen uh, de hoofdrichting biochemie moleculaire genetica. Ik heb daar onder andere daar met uh, PCR ook gewerkt: sequencing, uh, knippen, plakken. Uh, pff, uh, geen ergens in zeg maar, van, uh, van, van bacteriën. You name it. En daarna heb ik nog een tijdje bij immunologie en infectieziekten bij TNO uh, postdoctoraal uh, uh, gewerkt. En daarna ben ik, uh, snel daarna ben ik naar de farmaceutische industrie gegaan. Daar heb ik uh, medische afdeling, uh, medical, sales, uh, marketing. Uh, en ik, de laatste jaren doe ik uh, meer medical klusjes uh, in de farmaceutische industrie uh, als zelfstandige. Uh, ik zit ook in de evenementen, maar dat wisselt elkaar een beetje af. Maar de laatste jaren, ja, ik ben gewoon... Ja, ik zit nu al over de twintig jaar in de farma. En ik heb eigenlijk heel veel indicatiegebieden gezien. Dus voor mij is het eigenlijk heel. Ja, het is wel grappig aan de ene kant dus de moleculair biologische kant. En aan de andere kant ook eigenlijk de heel erg uh, klinische kant ja. uh, ben ik bekend mee. En ja, om maar gelijk over die PCR dan te beginnen. Um, ja, het is een, uh, er wordt eigenlijk heel veel beleid en er worden heel veel maatregelen steeds bovenop elkaar gestapeld. En die zijn eigenlijk allemaal afhankelijk sinds enige tijd. Nu er eigenlijk geen mensen meer in het ziekenhuis liggen, amper nog mensen sterven. Mag ik je aanvullen voor ja. de mensen thuis? We hebben het over de PCR-test. Klinkt misschien technisch. Niet iedereen zal weten wat het is, maar ik denk een hoop kijkers wel. We hebben het over de test die nu wordt gebruikt hè, ja. om te bepalen of je wel of niet positief bent voor corona. Ja, Dat exact. is een ja. PCR-test. Ja. En daar heb jij ja. veel verstand van? Ja, mensen gaan nu naar zo'n testraad en dan krijgen ja. ze zo'n. Uh... Een swap, een swap uh, heel diep in hun neus. En uh, dat wordt eigenlijk dan naar het, uh, het lab gebracht. Ja. En daar staat een, uh, ja, een pcr assay uh, uh, het is eigenlijk een moleculair biologische essay. Dan worden eigenlijk een klein aantal moleculen, mits aanwezig, uh, van het genetisch materiaal wat ja, afkomstig kan zijn uit het virus. Dat wordt eigenlijk een beetje opgekweekt. Want ja, in de hoeveelheid waarin het in je neus zit, kan je het never nooit niet detecteren. Daarom duurt het ook 24 uur geloof ja. ik. Hè? om het op te kweken. Hè? Ja, je moet er, eigenlijk moet je die, die, die klein aantal moleculen mits er, ze er überhaupt zouden zijn, moet je uh, in een soort van cooking kit stoppen. Ja. En dat deed dan PCR, polymerase Chain Reaction. Dus dat wordt een uh, aantal keren gerepliceerd. En op een gegeven moment, als het beginmateriaal er inderdaad in zat. Dan krijg je een signaal en dan kun je van iemand zeggen van ja, misschien zat er wat. Ja. Nou, het hele punt is dat um, met PCR, of met die uh, essay. Ja, deze testmethode. Ja, met die testmethode kun je eigenlijk alleen maar aantonen dat er uh, genetisch materiaal of een stukje, dat, daar heb je het eigenlijk meestal over, uh, in, dat, in, dat, in dat sample zat. Ja, in dat stukje snot, want ze ja. halen iets, eigenlijk een beetje snot uit je neus. Hè? Precies, ja. En... Um, ik was eigenlijk verbaasd toen men dat besmetting ging noemen. En dat mensen besmettelijk zouden zijn en dat mensen ziek zouden worden. En puur op basis van die PCR-uitslag. Nou, was het eigenlijk al, vond ik, een non-discussie, omdat er slechts ja, een half, 1 procent van alle geteste mensen. Daar kwam maar een positieve testuitslag uit. Dus we zaten sowieso in de. Ja, ik zou bijna kunnen zeggen, je zat al in het foutmargegebied. Want die tests gaan ook niet altijd even goed. En dus daar heb je een soort foutmarge onderin. Ja. ja, die is misschien een paar procent of. Maar in ieder geval, je zit buiten gewoon laag. Dus ik vond sowieso al dat het een non-discussie was. Maar ik zag dat de aantallen die toch gevonden werden, die werden in absolute aantallen gepresenteerd via de media aan. Het publiek. Zonder te vermelden dat er ook exponentieel veel meer getest werd. Ja. He, dus de verhouding. Ja, kijk, sowieso als ik... Als ik, <laughs> ik had een beetje voor... Als je gisteren vier haren onder de douche verliest. Uit je hoofd. En de dag erop acht. Dan zou Van Dissel zeggen... Ja, dat is een stijging van 100%. Of dat is twee keer zoveel. Gisteren hadden we er vier. En, maar dat betekent nog niet dat je aan kaalheid leidt. Dan moet iedereen lachen. Ja. He, want Ja, dan moet je echt duizenden haren per dag verliezen. Maar dat is wel een beetje het niveau waar we nu eigenlijk op zijn beland. Ja. Geef <laughs> dus, ik ook nog een leuke metafoor? Ja, het is flauw, maar ik zeg altijd van... Nou, als we nu met z'n allen in de wei mollen gaan zoeken... vinden we heel veel mollen, maar dan hebben we nog geen mollenplaag. Ja. ja, maar ja, je ja. kan... Weet je, je, je kan honderden uh, metaforen ja, bedenken. Je maar dit is eigenlijk het niveau waar we ons begeven in dit land. Ja, kijk, de, als je gewoon gaat zoeken... in zo'n beetje alles wat je over PCR kan vinden... en in relatie tot... Uh, kan je dan ook zeggen dat er een heel virus in je neus zat, om het ja. maar zo te zeggen. Um, nou, dan kunnen we nog wel een metafoor gebruiken. Je, je hebt een autosloop en er ligt een enorme lading aan allemaal spullen van, van allemaal gesloopte auto's. En je hangt er een soort magneet in, want dat is eigenlijk een beetje wat je met PCR doet. Je gaat op zoek van, via primers, naar een stukje wat dan ja, van dat virus afkomstig zou moeten zijn. Maar goed, je bent op die sloop en je haalt er met een, met een magneet je er een stuur uit. Nou, dat is een onderdeel van ooit een auto geweest. Nou oké, okay, dan was je op zoek misschien naar een Mercedes Hupplepup of zo. Dus je pakt dan wel dat juiste stuur eruit, wat ooit van die Mercedes type whatever was. En uh, wat er nu gebeurt, is dat er wordt gezegd van... Uh, ja, maar jij hebt een rijdende Mercedes Hupplepup en je kan er nog mensen mee aanrijden ook. Dat zit, dat zit in jou. Terwijl, Zover staat het ja, af van de werkelijke implicatie. Ja, kijk, als jij een stukje DNA van dat virus, wat je nog notabene hebt, op moeten kweken ook. Ja. En je gaat dan de sprong maken naar het klinische, namelijk dat je zegt van ja, maar uh, dit is uh, potentieel besmettelijk, et cetera, et cetera, Dan sla je ontzettend veel stappen sla je over. Ja, ik, ik, ik denk niet eens dat we ze moeten gaan benoemen, maar nee. er moet nogal wat gebeuren. Je moet best wel wat aannames dan nog maken ja. voordat je kunt zeggen wat er nu gezegd wordt. Maar Mario, hoe kan het dat ja, het dit is, de norm is waarmee ja, de hele wereld is gegijzeld? Ja, is is er geen andere testmethode? Ah, je, kijk, je kan um, stel je, ja, metaforen, dag vandaag. Ja, maar achter. is dit de enige testmethode die we zouden kunnen gebruiken? Zou, nou, zouden ze kunnen zeggen: "Ja, maar we hebben beter iets dan niets." Is dat zo? Ja, nou ja, beter iets dan niets, dat is op zich wel van toepassing, maar want er is geen andere testmethode. Je kunt uh, uh, bloedonderzoek doen. Dus je kunt ja. uh, serologisch onderzoek doen. Dus dan kun je kijken met antilichamen. Nou, dat is natuurlijk veel arbeidsintensiever. Ja. Daar, kun je, daar kun je weer wat anders van zeggen. Ja. Weet je, het is net als je gaat een donkere kamer in. In de donkere kamer staat een olifant. Maar het licht is uit. Dus niemand weet dat het olifant is. Dan nou, gaan mensen die zeggen, ah, ik voel een slurf. Oh, het is een slurf. En iemand anders heeft een staart. Het is een staart. Maar pas als je het licht aandoet, zie je dat het olifant is. Maar iedereen... Je, ja. je, je kan dat ding op verschillende manieren benaderen. Maar. Um, ja, je kunt. Het, het hele probleem is dus. dus er, je toont DNA aan. Dat is iets ja. totaal anders dan intact virus. Dat is ook weer iets anders. Al, of intact. Dat, het is niet eens intact DNA. Of RNA in het geval van, uh, van COVID. Dan moet je nog de sprong maken naar. Hoeveel virus heb je eigenlijk? De is het, hoeveelheid, ja hoeveelheid. Ja. Is het actief? Uh, en als het, uh, ja, laten we zeggen, intact is, is er dan sprake van een infectieus, uh, infectieuze toestand. Die dan ook nog eens een keer zou kunnen leiden tot een klinisch beeld. En dan pas ben je bij iets wat door een patiënt lijkt aangekomen. Maar al die stappen worden eigenlijk gewoon uh, gevoeglijk aangenomen. Dus we hebben al met 1% slechts positieve testuitslagen te maken... Uh, ik denk persoonlijk dat. dat, dat ik bedoel, als jij twee maanden geleden um, uh, corona hebt gehad, dan kun je bij wijze van spreken na die twee maanden kun je nog wat vinden. Dus, uh, en je hebt ook kruisreactiviteit, je kan er op allerlei manieren op schieten. Maar het feit is, het maakt eigenlijk niet uit dat wat je vindt, is een stukje genetisch materiaal op zijn meest um, um, hoe heet het, um, aantoonbaar. He, de, ja. Meer kan je er niet. Aantoonbaar van maken. Ja. En al die stappen die erachteraan worden gevoegd, die dus helemaal in de klinische sfeer zitten. ja, De betekenis en ja. de consequenties. Ja. Maar nou zegt Van Dissel doodleuk, ja, maar de mensen die wij momenteel testen, dat zijn ook de mensen die wel symptomen hebben, want die melden zich, want die zijn een beetje verkoud of die hebben klachten. Dus daar is een klinisch beeld bij. Ja. En daar uit het klinisch beeld wordt dan automatisch de koppeling gemaakt. We vinden een positief. Dus het is COVID. Ja. Ja, het is een, het is bijna, ja, het is lastig te volgen. Ik denk dat Want voor iemand doe... met een verkoudheid ja. en een stukje ja. virus wordt dan automatisch ook. Ja, corona. je komt, je komt in een soort van, uh, je, je kan allerlei scenario's um, nog verzinnen um, die zelfs van die 1% weinig overlaten. <laughs> ja, en dan moet je je toch aan tussen gaan afvragen van. Al die maatregelen die eigenlijk op die discutabele 1% of 2% of whatever, van die positieve PCR-testuitslagen, al die maatregelen die daarop worden uh, gestoeld. Ja. ja. Nu ben... Daarom. Het, ja, ik heb, in de, ik heb een, een brief geschreven naar alle Kamerleden. Ik heb, dat, uh, ik heb uiteraard ook wat andere zaken erbij gehaald. Maar voor mij was eigenlijk. Uh, uh, 12 o'clock, dat ik dacht, nou, nu moet ik echt gaan schrijven, is omdat je al drie maanden sinds begin mei eigenlijk al een nullijn ziet op de daadwerkelijke um, klinische indicatoren, namelijk ziekenhuisopname, sterft. Dus dat is dat, dat, al drie maanden niet. Maar ja, als, die, uh, als er maar geroepen blijft worden, ja, maar er komen, uh, hè, er komen allemaal besmette mensen bij. Ja, kijk, je hoeft, statistisch gezien moet je dan ook op een gegeven moment mensen in ziekenhuizen verwachten. En dat is niet alleen nu. Dat had je dan al drie maanden moeten zien. En dat gebeurt niet. Ja. En op een gegeven moment hoorde je... nu de laatste tijd is de nieuwe... <laughs> uh, het nieuwe spinsel is... ja... Um, maar het zijn voornamelijk jongeren. <laughs> ja. Bij wie we het nu vinden. Um, en uh, ja, die gaan dan de ouderen... dus da dat, dat, dat is dan Dat kan je dan van. op wachten. Dat ja, gaat dan dat gebeuren. Kan. Maar dan denk ik van... maar we, we zijn daar al drie maanden op aan het wachten... Ja. <laughs> je kan eigenlijk al retrospectief vaststellen dat dat dus niet gebeurt, nee. want anders had je nu al een aandeel ouderen eh, of gaan die jongeren zich vanaf vandaag ineens anders gedragen <laughs> dat, ja. Dus het, ja, het it doesn't, it doesn't add up nee. het, is, uh, het is zo onlogisch als wat, ja. dus ja. het rammelt aan alle kanten de logica is zoek, jij ja. bent niet de enige die trouwens dit soort bevindingen hebt uh, uh, we hebben ook een fragment van dokter Wolfgang Wodak die in gesprek is In ein Zoom-Seminar mit Professor Dr. Ulrike Kammingh, dann gehen wir nun nachsehen. Also dieser Test kann keine Infektion nachweisen. Also der Effekt der PCR kann nachweisen, dass die Nukleinsäure dieses Virus, wenn der Test ausreichend spezifisch ist, in dem Patienten gefunden wird, kann aber noch nicht sagen, ob das Virus replikationsfähig ist, also sich in dem wird tatsächlich vermehrt und kann auch nichts darüber aussagen ob der Patient ursächlich dann krank wird mit diesem Virus. Ja. Eigentlich könnte man da ja noch nicht mal sagen, Sie seien infiziert, weil Infektion ist ja immer die Reaktion des Körpers. Richtig, die haben praktisch auf der Oberfläche des Abstriches ist diese Virus-RNA. Das heißt noch nicht, dass es in den Zellen drin ist und das heißt eben auch noch nicht, dass da ein intaktes lebende, also lebend ist ein Virus ja sowieso nicht, aber ein vermehrungsfähige Viruslast vorhanden ist. Das, ist der das kann man mit dem Test so nicht nachweisen. Ja. Das ist der PCR-Test. Das ist der ja. Test, der jetzt überall angewandt wird auf dem Wattetupfer? Derjetzt, über al die mensen uh, dan, waar abstrichen gemaakt werden en waar dan ook die consequenties afgeleid werden. Genau. Het was professor Dr. Ulrike Kamminger. En wat zegt zij hier nou eventjes uh, in deze video? Ja, ik kan me voorstellen dat het best lastig te volgen is, voor uh, als je zo even erin duikt. Maar wat zij eigenlijk aanhaalt, zijn dus die. Zij probeert duidelijk te maken die verschillende tussenstappen, die ja. eigenlijk nu, uh, eigenlijk over heel de wereld lijkt wel, maar gewoon worden overgeslagen. En zij wijst er eigenlijk op van ja, eerst, hè, ze heeft het over nou, nucleïnezoeren. Ja. Dat is dus dat genetisch materiaal, hè, want dat is uh, ribonucleic acid, dus RNA. Um, um, uh, of het replicationsveeg is. Dus uh, als je al überhaupt iets met die PCR-test vindt, dat er ja, een beetje materiaal zat, was het überhaupt wel in staat om zich te repliceren. Ja. Dat kun je met die, het enige wat je doet is dus je vindt wat schroot. Ja. Dat is wat je vindt. Op zijn meest kun je dat eigenlijk hard maken. Meer, alle vervolgstappen die nodig zijn om tot een infectie, een infectiestatus te komen. Dus dan zit je eigenlijk al in het klinische ja. sfeertje. Ja, die stappen die kun je met een PCR helemaal niet, uh, niet constateren. Maar alleen maar omdat je een stukje viraal RNA hebt aangetroffen. En daar wijst zij heel correct. Overigens, als je gewoon gaat zoeken. Uh, je kunt het ook gewoon in literatuur vinden. Ik heb gisteren nog een klinisch chemicus laten zoeken. Die komt zo uit JAMA. Komt hij al met een stukje waarin hetzelfde staat. Ik heb zelfs een Reuters stuk gevonden. <laughs> fact-check, Fact ja. Ja, waarin dat ook gewoon uh, wordt. Weet je, iedereen kan dit vinden. Het Eigenlijk is, is dit algemeen bekend. Dit is gewoon empirisch. Dit is gewoon bekend. Ja. Maar wat is er dan aan de hand? Ja, ik. Um, uh, ja, ik zeggen, Overzien ik wij niet. iets niet? Want het gaat natuurlijk over de volksgezondheid. Ja. Ik snap dat er uh, paniek is en dat er angst is. Ja. En ik dat denk, men nu heb, het ja. zekere voor het onzekere wil nemen. Maar is dat ook daadwerkelijk wat ze doen? Want... Nou ja, men, 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 uh, ik denk dat de... Laten we even uitgaan van het goede. Ja. <laughs> dat men de intentie heeft om het zekere voor het onzekere te nemen. Maar ja, uh, in dit geval is het gewoon schadelijk. Ja. Hè, als, ik een, uh, als ik van die blokken ga stapelen en het onderste blokken liggen niet goed. Maar ik blijf toch doorstapelen. Ja, dat moet je niet doen. Dan valt het. Ja. Dat zie je nu ook gebeuren. Ik heb gisteren naar de technische briefing gekeken en alle vragen aangehoord. die uh, allerlei Kamerleden stelden aan Van Dissel. En 90% van de vragen gaan over die blokjes die er bovenop gebouwd worden. Van ja, moeten we dit. Uh, dus allemaal, Nog strengere maatregelen. Ja, men borduurt voort op datgene wat. Fout is. We hebben de verkeerde afslag genomen. Ja. En in die verkeerde afslag zijn we bezig met het plaatsen van extra zebrapaden en paaltjes langs Ja, de weg. Het is ja, alleen uh, uh, Van Haga die, die stelde een kritische vraag: van ja, luister eens, die, die, die PCR-test, wat daar wat nu aan ja. consequenties wordt vastgeknoopt. Het. het, het uh, het toont helemaal geen intact virus aan. Het toont, nou ja, vooral in herhaling. Ja. Nou, ik heb die technische briefing bekeken van de NOS. En het viel mij inderdaad ook op ja, dat Van Haga eigenlijk de enige was met ja. Theo Hiddema. die nog een soort van kritische vraag had. De rest was alleen maar het stapelen op. Ja, het van, nemen van mij, de heer <laughs> Hiddema. Die, 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 die trok helemaal. Ja, hele die twijfel. had het over de aerosolen. Maar laten we even kijken naar het fragment. Ja, uh, alle grafieken gaan er eigenlijk vanuit dat een besmetting ook daadwerkelijk een coronabesmetting is. Maar ik begrijp van wetenschappers dat een PCR-uitslag niet kan aantonen of iemand daadwerkelijk klinisch geïnfecteerd is. En dat een positieve PCR-uitslag uh, slechts aantoont of er bij iemand een deeltje viraal RNA in het neusslijmvlies zat. Zijn er dus met andere woorden extra klinische parameters nodig om van een daadwerkelijke klinische besmetting met COVID-19 te kunnen spreken? En zo ja, heeft het RIVM dan in beeld wat het percentage false positives is? Um, en wat is dan de waarde van het zeer kleine percentage positieve tests? Dank. De heer Van Dissel. Ja, u informeert naar de testkarakteristieken. Kijk, voor de duidelijkheid, als iemand een uh, klinisch beeld ontwikkelt um, wat past bij de klinische beelden die beschreven zijn en uh, is een positieve test op het coronavirus en het coronavirus komt uit een broncholavage bijvoorbeeld, hè, wordt uit de long geïsoleerd, dan zal de conclusie over het algemeen zijn dat dat ziektebeeld, die ziektemanifestaties, zijn terug te voeren op het, uh, op het nieuwe coronavirus zo werkt de hele geneeskunde. Er komt een heel verhaal en het, ik heb geen idee waar het over gaat. Ja, Serieus, het is echt... Uh, dat, ja, je moet je niet eens aandacht gaan schenken. Ja, je mag het zelf naluisteren, ja. maar het zit er gewoon niet in. Ja, u zegt buitengewoon dan laag, maar heeft u ook, ook u, een percentage? De heer Van Haga, ook een tweede vraag? Ja, ik heb straks nog een tweede vraag. Nee, maar... nee. Dan, dan wil ik echt vragen. Okay. Een hele korte aanvullende vraag, anders reken ik hem als uh, tweede uh, vraag. Uh, heeft u ook een percentage? Dank u ja. wel. Nee, maar dat wilde ik best voor u opzoeken hoor, maar dat is buitengewoon laag. Hij geeft geen antwoord. Nee. De vraag die, die van Haga stelt is, hè, uh, hij zegt ook van, nou, je, 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 je kan alleen maar met PCR een stukje, uh, ja, een stukje, een brokstuk uh, viraal RNA mogelijk aantonen. Uh, ziekenhuizen zijn uh, leeg, nou ja. Uh, dus klinisch, qua patiënt, gebeurt er niks in het land al drie maanden. Maar toch uh, kijken we naar die. 1% van die positieve testuitslagen. Um, maar uh, het stelt niks, klinisch niks voor. Eigenlijk um, uh, klopt, klopt dat, want inderdaad, het stelt klinisch niks voor en daarom zie je ook niks. Nee, maar het antwoord van Van Dissel. Ja, het antwoord van Van Dissel. Kijk, Van Aga die vraagt eigenlijk: van ja, uh, die, die PCR, daar worden conclusies aan, aan, uh, aan verbonden. Ja. maar... Dan zijn die terecht? Zijn die terecht? Want ik heb van wetenschappers begrepen. dat PCR alleen maar gaat tot een stukje brokstuk detectie van ja. genetisch materiaal. maar niks kan zeggen over. Nee, al, en dan al die tussenstappen. Ja. Ja, we en We kennen het standpunt van, van, van Hagen. Maar ja. wat vond jij van het antwoord van Van Dissel? Ja, ik, ik, ik dacht, nou, nu moet hij het zeggen. Want het is een empirisch antwoord. wat hij eigenlijk moet geven over wat je ermee kunt. En ik zat te luisteren en ik denk, waar gaat die man heen? Hij begon een verhaal te vertellen. Ik, ik dacht echt van waar. Antwoord kon gewoon geen antwoord. Hij werd met een kluitje in het riet gestuurd. Ja, ik weet je, ik moest eigenlijk een beetje aan, aan vroeger uh, met college denken. Dat uh, zo'n hoogleraar die die gaf dan wel eens les en er waren ook niet altijd de allerduidelijkste, zeg maar. Maar dan oké, okay, er was een bijvoorbeeld, moeilijke materie en er was eigenlijk de, de niemand snapt het bijvoorbeeld op dat moment. Dat, dat voel je en heel de colleges en dan uh, zei ze, zegt zo'n leraar: Snappen jullie het en niemand durft zijn hand dan op te steken? Kijk dat fenomeen dat ja. niemand het durft nou, dat had ik dus gisteren ook. Die man die houdt gewoon... Ja, maar hij, deze man is professor. Die ja. weet er alles van. Waarom zou hij zo'n omzichtig antwoord geven, eigenlijk een niets antwoord... en niet, niet willen uitleggen ja. hoe het zit? Kijk, wieberen vraagt gewoon om uitsluiten. Of zou hij niet weten? Dat lijkt me toch sterk. Nou, daar heb ik even aan gedacht. Ja, ik heb daar even aan... Ik, denk, ik vraag me af of hij weet wat, wat PCR nou precies doet. Dat lijkt me toch stug. Ik, ik, ik weet het anders ook niet. Kijk, ik ga nu speculeren, ja. weet je? dus ik uh, stick to the facts, maar... Het verbaasde mij gewoon. Ja, Want kijk, maar het is hand... in beide gevallen nu kwalijk. Als hij het niet weet en is hij incompetent, als hij het wel weet, dan ligt hij. Ja, nou, ik, nou ja, laat of er vanuit gaan dat, dat, van dat hij het wel weet. Uh, maar ja, hij geeft gewoon, weet je, feitelijk, hij geeft geen antwoord op de vraag. Nee. En weet je wat ik nou zo pijnlijk vind? Dat deze hele uh, technische briefing van bijna twee uur werd ingeluid door een dame die daar het woord deed. En dat iedere... Uh, ieder Kamerlid mocht maximaal twee vragen stellen. Ja. Dus hij stelt een vraag, hij krijgt geen antwoord, ja. hij wil vervolgens een opheldering en die dame die interrupt ja. en die zegt hallo, maar je tweede vraag is nu op. Ja. Dus eigenlijk kun je ja. niet de diepte ingaan. Nee. Nee, ik als heb je het dus een niets, gezien. Een, een niets antwoord geeft, dan moet je het daarmee doen. Ja. Dus het is een, als ik, een, als een ik, uh... perfecte dans van ontwijken waarbij waar, 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 waar ik me afvraag waarom wil deze man niet vertellen hoe het zit. Ja. Ja, ik vind het ook. Het is ook echt een cruciale vraag, omdat het is. Als je die blokjes op elkaar gaat stapelen, zijn het gewoon. Dit is gewoon de onderste blokjes waar het is, gewoon het fundament. Maar, maar nu komen we op het punt, hè? Want stel dat hij het niet weet, wat ik niet geloof, hij weet het wel. Jij hebt een e-mail gestuurd aan Diederik Gommers. Ja, onder andere. Ja. Ik heb, Verboren, verbonden aan het ziekenhuis in, in Rotterdam, hè, het Radboud. Um, uh, sorry, het Erasmus MC. Coördinator van de IC's, een belangrijke spul maandenlang op tv geweest, kent ja. de problematiek, weet ook wat er in dit land aan, hand, ja. aan de hand is en dat het allemaal uh, niet al te best ervoor staat. Jij hebt hem een e-mail gestuurd en ik ga die even voorlezen. We gaan hem niet in beeld tonen omdat we dat uh, ja, hebben afgesproken. Hem, uh, jij hem... hebt hem een e-mail gestuurd via LinkedIn, hè? Ja. 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 En jij stuurt hem de vraag. Ik heb u hoog zitten, maar de klinische doorvertaling tussen haakjes sprong van positieve uitslag naar daadwerkelijke klinische infectie slash actief virus puur op basis van de pcr uitslag die we dus nu ook zien die moet echt uit de wereld en uit de hoofden van onze regering gevalletje landsbelang dit ja dan krijg jij het antwoord een aantal uren later van diederik gommers hou je vast helemaal eens met je maar wij medici zijn hiervan bewust ja ik herhaal Helemaal eens met je, maar wij medici zijn hiervan bewust. Ja. Dus als deze man, die ook in het OMT zit, met deze man vergadert, bewust is van het feit dat die PCR-test niets zegt over de klinische betekenis en of dat ook zal leiden tot zieken en of dit een rechtmatig middel is om te bepalen of je een land gaat gijzelen. Hij weet dat, medici, hij noemt hem meervoud. Ja, ja, dan het is... moet deze man dat ook weten. Ja. Maar hij wil geen antwoord geven op de vraag van Van Haga. Nee. Nee ik, heb, nee, ik heb het niet gehoord. En kijk, het is, het is de sleutel. Het is de sleutel. Want als je, hebt, je hebt wel een indicator of je hebt geen indicator. Ja. Zo simpel is het. En de PCR-testuitslag is geen indicator voor een klinische gevolgtrekking die nu wel gebeurt. Ja. Blijft, het is sowieso 1% of een paar procent hooguit. uit. Overigens, je sampling die je bij al die mensen doet, heel de tijd, is ook niet heel de tijd constant. Dus ja. dat je daar ook nog een soort van schommeling in zal zien. Dat. Maar als je ziet wat er allemaal op voortgebouwd wordt, dat 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 kan je gewoon niet maken. Nee. Overigens, voor wat betreft de mailwisseling. ik heb met meerdere mensen mailwisselingen gehad, ook met Dirk Grommers. Iedereen zegt eigenlijk hetzelfde. En uh, Dirk Grommers, die uh, hè, terecht, uh, ja, en wij medici, ja, uh, kijk. Al die medici, of ja, ik, 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 dat kan bijna niet anders. Medici, die zien gewoon dat er al drie maanden uh, in de ziekenhuizen nauwelijks wat gebeurt. Terwijl uh, het beeld wat vanuit media en regering gecreëerd wordt naar de bevolking, is van het gaat helemaal mis. En op een gegeven moment, dat kan je misschien een paar weken aanzien, dat je denkt, nou ja, misschien komt het nog, en een maand, het komt nog, maar het is al drie maanden. En op een gegeven moment denkt. Ik vermoed, dat is mijn idee, dat ook een Dietrich Hommers dan denkt. En van ja, koekoek, koek, uh, die discrepantie die, die is gewoon veel te groot. Dit kan, dit kan je niet met elkaar rijmen. En voor mij is het een extra, ja, extra bewijs. Het, 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 het hoef je niet eens te bewijzen. Nee. <laughs> maar goed, het is nog een extra uh, bevestiging, bevestiging dat, dat die twee gewoon niet met elkaar matchen. Ja. Ik bedoel, je hoeft geen Einstein te zijn om dit te constateren. En ja. als je gewoon in de literatuur gaat zoeken, dan, dan iedereen die zegt dat ook van... Let op, kijk, als iemand gediagnosticeerd COVID heeft, dus je hebt echt een patiënt te pakken, dus een klinische diagnose, en je hangt die PCR erin, dan is de kans heel erg groot dat je viraal DNA vindt, of RNA vindt in dit geval ja. met COVID. Die kant op, ja. ja. Dus dat is... Als Om het, te onderscheiden of iemand een longontsteking heeft of COVID, kun je ja, zeggen, dan, nou, dan, dan heb je het. Ja, dan wil je gewoon weten van, oké, okay, dit is het klinische beeld waar, waar iemand uh, ziek van is. Uh, is het inderdaad uh, COVID? Uh, uh, dan, dus die kant op kan wel. Ja. Maar als jij alleen maar een staart voelt, ja, dan, dan hoeft het niet per se een olifant te zijn. Het kan ook een hond zijn of een kat. Ja. Maar dat is wat er nu gebeurt. Je vindt iets, maar je weet eigenlijk niet wat. Ja, daar komt het kort gezegd op neer. En ja. dat, dat, dat rijmt eigenlijk ook wel een beetje met, want ik wil nog een stapje verder met je gaan, eigenlijk terug naar de basis. Want we hebben nu een PCR-test gebaseerd op een, een sequentie virus, die ooit is bepaald door het uh, Robert Koch-instituut uit Duitsland. En nog een aantal testen die zijn gedaan in het begin bij Patient Zero, die ze toen hebben uh, bestudeerd. En er is dus nooit een virus geïsoleerd. Dat is ook gewoon een feit. Dat heeft Wolfgang Wodark ook bevestigd, de arts die we ook uh, eerder uh, in de uitzending zagen. Het is nooit geïsoleerd. Nou, ik heb dat ook gelezen, ja. Ik, weet, ik ben daar niet zo uh, enorm ingedoken. Nee. Oh, ja, weet je, op een gegeven moment ben je gewoon klaar met een onderwerp. Ja, sorry. Nee, ja. maar maar je hebt ik je ik gefocust vond... op de PCR-test, maar nou ja, Wodark wat... beweert dus het is nooit geïsoleerd. Ja. Dus dan, dan zou je in feite kunnen zeggen: Nou, het, 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 het allereerste vertrekpunt was al onjuist, of in ieder geval niet zeker. En dan kom je bij de PCR-test. Dat is eigenlijk de, het, het tweede vertrekpunt. Nou ja, men, men heeft. Uh, op een gegeven moment is er, is er een sequentie: de ja. uh, sequentie is uh, DNA-volgorde of RNA-volgorde ja. van het dat, van dat, uh, virus uh, um, genomen en dan worden er primers gemaakt en dat is een, een kort stukje wat matcht met een stukje virus dan kan je ja. ook nog gaan kiezen van nou, welk stukje zullen we doen als we het willen vinden maar het is allemaal op RNA niveau hè? dus je bent echt met het met met dat genetisch materiaal wat maar een deeltje is van het virus en dan weet ja. je nog niet eens of er een intacte eiwitmantel is nou ja weet je al die stappen weer um, maar dat is waar je het dan over hebt en um, daar kun je ook nog daar zijn ook allerlei Scenario's uh, waarin dat ook een beetje mis kan gaan of heel erg mis kan gaan. Maar weet je, we zijn echt. We hebben, we hebben 1%. Met die 1% of, of die paar procent gebeurt, wordt een gevolgtrekking. Uh, um, uh, Daar worden maatregelen genomen die de samenleving ontwrichten. Ja. En, en er worden conclusies aan een, aan een bevinding geknoopt die je helemaal niet mag stellen. En nee. daar, daar, dat vind ik gewoon eigenlijk, dat is eigenlijk al genoeg. Dat, daar, ja. dat is uh, ja, onbegrijpelijk. Wil met jou nog even naar een fragment kijken van die technische briefing. Even wat betreft de strategie. We hebben gezien dat het toch tot uh, ver terug kan gaan. Dus dat betekent dat het indammen van het virus tot, uh, wat mij betreft, het liefst nul. Het doel is, in de praktijk zien we ook omdat we een open samenleving zijn, dat we uitbraakjes krijgen. Nou, die wil je enerzijds voorkomen door een portfolio op te bouwen van risicovolle gebeurtenissen, maar ook bestrijden als ze optreden. En uiteindelijk is het natuurlijk het inzicht dat we hopelijk zo snel mogelijk een vaccin hebben waar we personen immuniteit mee kunnen geven. Immuniteit die in ieder geval voldoende is om het ziekmakend vermogen van het virus in te dammen. Ja, Van Dissel praat hier over drie zaken ten aanzien van de strategie. Dan hebben we het waarschijnlijk over de strategie die dan uiteindelijk wordt uitgevoerd hè, door het RIVM en de GGD, GGD uit hoofden van deze overheid. Dat is het indammen van het virus, het liefst tot nul. Het virus mag niet meer bestaan. Volgens mij is er ooit geroepen, het zal altijd onder ons blijven. Ja. Nu moet het nul zijn, het liefst nul. Het voorkomen en het bestrijden van uitbraakjes. Ja. En natuurlijk het. Vaccin, wat nu heel belangrijk ja. wordt benoemd, om groepsimmuniteit te creëren, ja. maar dan wel in de context door het vaccin, niet door het besmet raken met z'n allen, ja. maar door het vaccin. Okay. Dat is ja. de strategie. Ja. ja, kijk, al die punten, indammen, uitbraakjes, de monitoring die zij uh, daarvoor als instrument hanteren, is, dat zijn die positieve PCR-uitslagen. Want meer is er niet. Nee. Volgens mij zegt hij ook ergens tijdens de briefing: van ja, de ziekenhuisopnames zijn nu zo laag, daar kunnen we eigenlijk niet op varen. Ja. Dat vond ik wel een mooie. Kijk, bijvoorbeeld als er een griepepidemie uh, uh, is in Nederland. Volgens mij uh, heb je dan van die pijlstations, pijlstations da, uh, Er zijn da, 51 pijlstations in ja, Nederland. En ja. En die, en, ja, en de huisartsen en kijk en die stellen dan klinisch. Vast van nou ik heb zoveel mensen die zich met griep hebben op gemaakt. Op basis van symptomen. Ja, precies. Dan heb je ook echte patiënten. Ja. Maar ja, die hebben we niet. Hè? Of nauwelijks. Nee. Um, dus het is een soort virtuele ja. monitoring, hè? Ja. Ja, en ik heb net. Het is, het is voor iedereen die daar gewoon uh, even goed naar kijkt. Is het evident dat we dat nu aan het doen zijn op basis van ja, positieve PCR-testuitslagen die ook nog eens een keer in een buitengewoon laag percentage gevonden worden. Ja, nou je dus, heeft Van Dissel het hier over een strategie. Hugo de Jonge heeft het al over verplichte quarantaine op basis van deze wankele ja, ja, test. Ja. We moeten de vrijblijvendheid eraf halen. We weten dat heel veel mensen zich gelukkig wel houden aan het quarantaineadvies van de GGD. Maar we zien ook dat sommige mensen het daar gewoon niet zo nauw mee nemen. Dat horen we steeds meer terug ook vanuit de GGD en, en daarom is het zaak om een verplichtender vormgeving van die quarantaine uh, voor elkaar te krijgen. Dus we moeten het gewoon verplichtender maken. Maar het moet toch al? Het moet al, zo is dat inderdaad. Maar we zien ook dat niet iedereen zich daaraan houdt. En op basis van de huidige wet kun je al als burgemeester... als voorzitter van de veiligheidsregio... een verplichte quarantaine opleggen op het moment dat iemand niet vrijwillig wil. Maar dat is één voor één. Dan moeten we dus inderdaad zorgen dat mensen dat ook daadwerkelijk gaan doen. Uh, en daarom zullen we de voorzitters van de veiligheidsregio een aanwijzing geven... dat zij ook die verplichte... Quarantaine, die mogelijkheid die in de wet zitten, gaan gebruiken. En hoe gaat dat er dan uitzien? Nou dat betekent dat een quarantaineplicht kan worden opgelegd door de voorzitter van de veiligheidsregio. Als de GGD zegt. joh, nou belde ik iemand die in quarantaine zat. En ik hoor de geluiden op de achtergrond. Ik hoorde dat iemand in de tram zat, die houdt zich evident niet aan de quarantaine. Dan kan dus een verplichte quarantaine kan worden opgelegd. Die moet worden bekrachtigd door de rechter en vervolgens als die wordt overtreden, ja, dan kan er ook een forse straf op komen te staan. Hugo de Jonge bij de NOS, 11 augustus. Inmiddels zijn we weer wat dagen verder. Uh, hoe, hoe heb jij hiernaar gekeken? Uh, ik kreeg er een heel naar gevoel uh, bij. <laughs> ja. 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 Maar vanuit je vak, als jij denkt dat deze maatregelen nu... Op basis van een PCR-test worden genomen. Ja. En je ziet wat dit voor een impact gaat hebben op de levens van mensen. Dat je ja. straks misschien ja. 14 dagen in quarantaine moet. terwijl je niks mankeert. Ja. Puur op basis van nog niet eens een test. Hè? Want iemand nee. wordt dus positief getest. Ja. Nou, dat is misschien al onjuist. Ja. Hè? Want de PCR-test is nog maar de vraag of die ja. betrouwbaar is. En ja. vervolgens gaan ze een bron- en contactonderzoek doen naar ja. mensen in de omgeving. Ja. Ik word gebeld. Was ja. u meer dan. Uh, 15 uh, minuten ja. uh, op minder dan anderhalve meter bij die persoon. Ik zeg ja, dan moet ik ook ja. in quarantaine ja. voor 14 weken. 14 dagen bedoel je? Uh, sorry, 14 <laughs> dagen, ja. Het zou wel heel erg ja. worden. 14 dagen. Uh, zonder dat bij mij een test is afgenomen. Ja. Ik heb dit ook geverifieerd bij de GGD vandaag. En ik heb dit echt letterlijk gevraagd. En in eerste instantie kreeg ik een vriendelijke man aan de, aan de, aan de lijn. Mark Plekker, de, de perschef van de GGD. Die dus mensen van tv-kanalen en, 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 en de pers te, te woord staat. En ik heb hem ook expliciet die vraag gesteld. Is het zo dat ik, als ik hè, ja. uh, uh, in contact ben geweest met iemand die positief is getest. Uh, uh, dat ik dan ook in quarantaine moet voor 14 dagen. Zonder dat bij mij een test is afgenomen. En zonder dat ik mij ziek voel. Ja. En het antwoord was yep. Ja. ja. En heb ik nog een volgende vraag gesteld? Ja. Um, stel dat ik dan twee weken in quarantaine moet, kan ik dan niet vragen om een test om mij weer vrij te krijgen? Ja. <laughs> ja. Niet dat ik weet, zegt hij. Ja. Dus ja. Je, je, je komt in quarantaine ja. zonder dat je getest bent. Ja. Op basis van. Een verdenking ja. bij iemand die een PCR-test heeft gedaan... waarvan we niet weten of die betrouwbaar is. Maar waarvan ja. jij eigenlijk zegt, volstrekt ja. onbetrouwbaar. Ja. Dit is de wereld waar we naartoe gaan. Ja, het is... Uh, uh, ik, ik dacht al in termen van disproportioneel. <laughs> maar dit gaat zelfs verder dan disproportioneel. Dat is, dat is hoe ik dit ervaar. Weet je, Want wij zitten is... nu volgens mij net binnen de anderhalve ja. meter... We zouden door ja. deze grap uiteindelijk in quarantaine kunnen worden geplaatst ja. met op straffen van ja. een boete ja. en een notitie ja, op je strafblad. Dit, dit heeft niks meer met volksgezondheid te maken. Sorry, dit is, dit gaat echt, uh, ja, weet je, ja, ze blijven maar blokjes stapelen op iets wat aan de onderkant gewoon niet klopt. En dat, ja. daar moet gewoon, uh, vandaar ook dat ik op zich wel blij was natuurlijk met onder andere reacties zoals die van uh, Diederik Gommers. Maar ik hoor het van veel meer artsen. Ja. En, en, en als ik gewoon zelf ga toetsen wat ik, wat ik zelf al wist, eh, die klinische doorvertaling van de PCR-test, en hoe ver daar eigenlijk mee wordt gerekt, ja, dat, dat, is, het, dat is, gewoon, het is gewoon incorrect ja. om die doorvertaling te maken. Ja, dat kan helemaal niet. Dat, dat, uh... Jij ja, hebt hier een uitgeprinte brief liggen die jij op LinkedIn in eerste instantie had gepost. Dat was ook voor mij de trigger om te denken: met die man wil ik praten. Want het stond zo treffend en goed verwoord Toen ben ik gaan, gaan researchen, zag ik dat je dus inderdaad ook echt een specialist bent op dit gebied. Die brief die heb jij ook naar Tweede Kamerleden gestuurd, ja. hè? Ja. Is ja. daar al reactie op? Ja, ik had hem eerst naar Abu Talib gestuurd. Ja. Uh, maar daarna dacht ik: van ja, dit, dit, ja. Uh, hij, hij moet eigenlijk ook naar alle Kamerleden. Want dan kunnen ze gewoon de angel uit het hele. Ja. Het hele ding halen. En we hangen de brief trouwens ook met een linkje onder uh, aan de video, dat oh, ja. iedereen okay. hem kan lezen. Dus ja. dat komt goed. Nou, die brief is, uh, ja ik denk, uh, 15.000 tot 20.000 keer gedeeld. Ja. Dus ik, ik heb een rekensommetje gemaakt. Ik, ik, ik ben bang dat hij echt, of ik ben bang. <laughs> ik vermoed dat hij echt over de miljoen mensen, als het niet meer is, uh, is, is gezien. Dus ja. dat is. Uh, um, en ik heb eigenlijk van, de van, van Abu Talib uh, geen reactie. Die ging gewoon door met zijn mondkapjes in de buitenlucht. Op basis van stijging in absolute aantalletjes. Ja. Uh, van, nou ja, goed, weet je, val in herhaling. Ja. En van Kamerleden heb ik van één iemand een korte reactie gehad. Bedankt. En dat was het. Bedankt. Ja. ja. Zijn er een aantal highlights die je zou kunnen voorlezen? Dat je denkt van nou, dit is de mm. essentie van de brief. Of hebben we dat eigenlijk nu wel al besproken in dit ja, gesprek? Ja, dat, dat hebben we. Ja, de highlight is. Ik kijk wat hier even netjes op schrift vormen. Maar iemand bij wie de test positief is, betekent niet dat die persoon ook daadwerkelijk klinisch is geïnfecteerd, ziek is of ziek gaat worden. Dat kan een PCR-uitslag helemaal niet aantonen. Daar is deze moleculair biologische essay niet voor bedoeld. Want daar heb je extra klinische parameters voor nodig. Uh, ja, ik heb. Meerdere malen in de brief op het moment gezegd dat ik me ernstig zorgen maak. Dat heb ik echt naar de Kamerleden en naar Abu Talib uitgesproken. Omdat men dus onterecht een bepaalde indruk heeft. Een bepaald beeld heeft van wat er aan de hand is. Terwijl dat dus niet op de juiste feiten gebaseerd is. Dus ja. Ik heb ook gezegd, u of je kan dit eigenlijk aan elke biochemicus die... Uh, maar een beetje thuis, vooral het medische naast het uh, moleculair biologische kan neerleggen. Ja, dan kan je dit gewoon aanvragen en iedereen kan het zo googelen. Maar dus, uh, Diederik uh, Grommers geeft ook toe, wij medici ja, weten ja, dit. Ja, ja. Dus ja. waarom is er geen actie nu? Ja, beats me. Ja mensen, ik, ja, ik, ik, uh, ik ben eigenlijk sprakeloos. Ik ben, ik ben blij dat jij dit verhaal ja. hier wil komen vertellen. Uh, en ik kan alleen maar uh, concluderen dat het echte virus waar we door gegijzeld worden een angstvirus is. En niks heeft te maken met een daadwerkelijk virus. Ja. Uh, we, we, we waren in eerste instantie heel angstig voor een soort van wipe-out van de bevolking. Nou, dat is niet gebeurd. We waren heel angstig dat de IC's zouden overspoeld worden met uh, stervende mensen. Nou, dat hebben we kunnen managen. Had vooral te maken met het feit dat er besparingen waren in de afgelopen jaren. en er vooral ja. te weinig IC's waren. We waren bang dat er heel veel mensen zouden komen. echt massas mensen die heel erg ziek zouden worden met longschade. Nou, ook dat is beperkt gebleven. En nu zijn we bang voor de tweede golf. op basis van een invalide PCR-test. Ja. Ja. We blijven in de angst. En ja. ja, even voor de goede oor. Want ik, ik merk ook op social media dat dat, dat, dat gaat heel snel. Gaat Ontstaat daar een misverstand over? Kijk, PCR aan zich als methode is best een goede methode. Alleen wat je ermee doet vervolgens qua interpretatie, daar moet je heel erg mee oppassen. Dat zie ja. je nu. Dat, dit, ja, uh, ik zit nog even een metafoor te denken. Maar, nee, we hebben heel wat metaforen een over, gehad. Ja, ja. kijk, uh, ja, trekker stuur uit een, uit een schroothoop ja. en zegt dan dat je een auto hebt, dat kan helemaal niet. Weet je, dat, uh, ja, dat is een beetje het niveau. Uh, op zitten. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat, uh, ja, of dit gaat doordringen. Ik zie, ik zag gisteren op de technische briefing echt heel veel angstige Kamerleden. Ja. En ja, ze moeten echt even op de resetknop drukken en even, want waar laat men, waar laat iedereen zich door leiden met EI? Ja, <laughs> ook voor eh, lange ei trouwens. Dat zijn die, die getallen die uit die PCR-tests. Komen. Die, die, die paar procent hooguit positieve uh, uh, testuitslagen. Maar zij denken dat dat een klinische monitoring is. Eigenlijk net, voor, hun heeft dat, voor hen heeft dat net zoveel waarde. als dat wat je met de griep, dat de huisartsen zeggen, ja ik heb zoveel, zoveel grieppatiënten nu. Maar dat is niet zo. Daar nee. zit echt een verschil tussen. Dus al zou je. Uh, je zit al heel laag. In een onbetrouwbare uh, parameter. Ja. En daar kwam nog eens, uh, weet ik voor hoeveel procent vanaf. Ja, het is heel geleidelijk verschoven, ja, hè? Is, wat Hugo uh, ja. de Jonge ook zei: hè? we moeten het virus eronder krijgen, ja. net als in maart. En dan doelt hij feitelijk op die IC's, hè? Ja. een heel tastbaar probleem. En dan vervolgens borduurt hij daarop verder en zegt hij: we moeten het virus er ja. nu weer onder krijgen. En dan, do, dan doelt hij op ja. besmettingen, die niet eens besmettingen zijn, per ja. definitie. Okay. Positieve PCR-test. Ja. En dat brengt hij als één en hetzelfde probleem. Ja. We moeten het virus eronder krijgen. Ja. Terwijl het een totaal andere uitdaging is. Ja. En daar ja. zit natuurlijk de denkfout, die blijkbaar door ja. een heleboel politici worden gezien als hetzelfde probleem. Ja. En het is ongelooflijk dat die mensen met zoveel intellect daarin blijven hangen. Ja, ja, dat kan soms heel lang duren. Ja. Dat is ook al mijn ervaring. Uh, ja. Soms, uh, ja, met bepaalde dogma's die kunnen soms, dat, dat is dit bijna geworden. Ja, ik vind het ook best wel scary en dat dit ook gewoon internationaal aangehangen wordt. Maar je hoort ook internationaal, gelukkig, ook uh, dezelfde kritiek, alleen ja. Op, ja, om de een of andere maffe reden. Uh, ja. Wordt dat niet door regeringsleiders overgenomen terwijl het zo evident als de ja. is. Ja. ja, we hebben natuurlijk de brandbrief ja. gehad van de Nederlandse artsen. Ja. In Duitsland is er heel veel activiteit. We zagen net ook uh, dokter Wolfgang Wodark. maar er zijn heel veel polischiefman. Ja. Grote toppers in Duitsland die zich al uh, melden ja. aan het uh, venster. En ik hoop dan ook, ik spreek mijn wens uit voor de man waar ik een hoge pet van op heb. En dat is Diederik Gommers. Jij mailde al aan deze man dat je het weet. En ik zou je echt willen oproepen en je willen aanspreken op je morele besef, want dit land gaat naar de Filistijnen. Laat het doordringen. Spreek erover, maak duidelijk in het OMT, bij deze politici, dat we de verkeerde afslag hebben genomen. Want dit gaat fout. Ja. Mario, ik wil jou heel erg bedanken voor dit gesprek. Ja. En wellicht komt er nog een vervolg. Dat hoop ik ook. Hey. <laughs>